Er waren geen kippen in die tijd. Die werden door de Romeinen binnengebracht. Er waren ook geen konijnen, er waren wel hazen. Dus ja, het is een heel spannend experiment geworden, een heel spannend avontuur. En ja, we hebben net een applaus gegeven toen ze aankwamen. Voor de hele prestatie wil ik eigenlijk nog een applaus geven. Dankjewel voor... 18 vrijwilligers en seizoensmedewerkers van het erfgoedpark van Museum Eindhoven leefden een week lang zoals onze voorouders dat zo'n 2000 jaar geleden deden. Ja, dat is wel gezellig. Alleen daar gingen ze lang door. Zondag om 12 uur kwamen de ijzertijdbewoners, waaronder een jongetje van 10, uit de twee boerderijen waar ze een week lang verbleven. Ja, we hoeven van die aardewerk potten daar, dan moet je daar gewoon in aardewerk potten met een koker. Dat kost verder niks. Dus dan moet je 's ochtends moet je dus gaan bedenken wat je 's avonds wil gaan eten.